Newmont stort 50.000 Amerikaanse dollar in het ontwikkelingsfonds van de Paramaccaanse gemeenschap zodra de rekeningen van het fonds in orde zijn gemaakt bij de bank. Het bedrijf heeft zelf een ontwikkelingsfonds opgezet dat een stichting is van Newmont en de Paramaccaanse gemeenschap. Dit zegt Albert Ramdien, manager externe relaties van Newmont Suriname. Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan 2 door de Paramaccaanse gemeenschap zijn voorgedragen. 2 door Newmont en 2 door de overheid. Het bedrijf is volgens Ramdien van mening dat er gewerkt moet worden met mensen die in het gebied wonen. Vandaar dat op 11 juni een samenwerkingsovereenkomst is ondertekend. En daarin zitten een aantal belangrijke aspecten in termen van de samenwerking met de Paramaccaanse gemeenschap. Een van ze is bijvoorbeeld het aannemen van de lokale gemeenschap, in dit geval de Paramaccaners, in het bedrijf. Op dit moment hebben we al 200 plus Paramaccaners in dienst genomen. En ik hoop dat ze dus verder gaan groeien in het bedrijf. En dat ze dus een hogere posities gaan bekleden. Dat is één belangrijk ding. Een andere manier om de gemeenschap te ondersteunen is via het aankopen van goederen en diensten bij de lokale gemeenschap. Of het nou gaat om bustransport, of het gaat om het scrabelen, het schoonmaken en al dat soort dingen. Maar ook leverantie van vers fruit, verse groenten, eieren. Dat allemaal is gestimuleerd. Dus er zit een aardig wat mogelijkheid voor de lokale gemeenschap om ondernemend te zijn. En op die manier in hun eigen behoeften te kunnen voorzien. Werkgelegenheid te creëren. Uiteindelijk wat we willen met het ontwikkelingsfonds, wat onderdeel is van die samenwerkingsovereenkomst met de Paramaccaanse gemeenschap, is op een duurzame manier ontwikkeling creëren. Ramdien zegt verder dat met duurzaam bedoeld wordt dat ook wanneer Newmont er niet meer is, de gemeenschap daarna nog voort moet kunnen gaan. Er wordt gekeken naar zaken als werkgelegenheid, stimulering van het ondernemerschap en het onderwijs. Ramdien hoopt dat het geld dat Newmont ter beschikking stelt goed besteed zal worden. Ik hoop dat op basis van die middelen die Newmont Suriname beschikbaar zal stellen, dat we een stukje ontwikkeling op lange termijn kunnen realiseren dat ten bate zal komen van de Paramaccaanse gemeenschap. Maar ook natuurlijk een stukje regionale ontwikkeling realiseert in dit gebied. En er zijn heel wat mogelijkheden op het gebied van toerisme, op het gebied van de agrarische sector. Dus dit zijn de zaken waarop we ons gaan richten in de komende maanden en jaren. Ruim 10% van de 1250 werknemers van Newmont is afkomstig uit het omliggend Paramaccaans gebied.